eerste. Kamp en Van Dusen. In navolging. Geen navolger ben ik die, zoals zoveel van zijn tijdgenoten, de woorden van een Byron tot zijn voorbeeld heeft gegoten. Ik creëer mijn eigen werk, ik barst van inspiratie. Ik wens niet te verworden tot dichter van een natie. Hoe lang is Max eigenlijk al met dichten bezig, volgens u? Volgens mij vanaf zijn tweede of zo. Toen kende die in ieder geval elk gedicht wat je hem voorlas, kende die uit zijn hoofd. En als je dan een gedicht een beetje had aangepast omdat je dacht, dan is het mooier. En dan las bijvoorbeeld mijn broer datzelfde gedicht voor. Dan was hij 2 en dan zei hij, dit is verkeerd. Terwijl mijn broer dan niet wist wat hij ervan moest maken. Omdat hij echt netjes voorlas wat er stond. Maar dat had ik dan niet gedaan, dus dan zat hij in de penarie. Wat vindt u zelf van zijn gedichten? Heel mooi, ontroerend, ja. Ja, af en toe ook een beetje droevig, maar dat hoort wel een beetje bij hem, denk ik. Hij heeft op de lagere school de schoolkrant altijd volgeschreven. En daar heeft hij ook 1 keer een gedicht geschreven, dat heette Vriendschap. En toen kwamen er allerlei ouders naar me toe, die een beetje ondersteboven waren van ontroering. En op de middelbare school, onder ditzelfde pseudoniem, Sustine Bam, ik zal verdragen, heeft hij de middelbare schooltijd weten te verdragen door de schoolkrant te vullen. Zie je niet dat dit geen spel meer is, waar ik me vrijwillig in mee laat leven? Steeds weer die woorden in mijn hoofd. De absolute verdediging. Jezus, ik kan niet zeggen. Dat zei ik toch tegen je. Elk gedicht heb je een liter jenever nodig. De gedichten gaan veel over vrouwen. Ja. En eigenlijk over, hoe noem je dat, verliefdheden waar dan niks uitkomt? Ja, korte, voornamelijk opeens korte verliefdheden. Er zijn een paar, één meisje dat ik echt 5 jaar lang leuk heb gevonden. Dat zijn de meeste gedichten, die heb ik daar in die tijd voor geschreven. Dus zij is jouw muze? Ja. Stylistisch vind ik het best aardig, maar ik vind aan de andere kant ook wel weer dat de toon een beetje hetzelfde is vaak in die gedichten. Soms een beetje, ja, dat is mijn persoonlijke mening, maar soms een beetje sentimenteel. En ik vind dat, heb ik ook wel eens tegen hem gezegd, dat hij daar wat meer, er mag wel wat meer humor in zitten. Er mag wel wat meer afstand zitten in die gedichten. Tussen de gedichten en hemzelf. Het is allemaal heel erg autobiografisch. En ja, ik denk voor goede literatuur moet je altijd een bepaalde afstand wel nemen. Het is niet alleen maar een bepaalde afstand nemen van je eigen verleden en je eigen gevoelsleven. Maar eigenlijk is het maar goed dat het allemaal niet zo goed gaat met die liefde. Want je haalt wel je inspiratie eruit. Ja, nee, precies. Ik heb altijd gezegd tegen mensen van ja, als ik nou verdiend zou hebben, zou ik helemaal geen reden hebben om een gedicht te schrijven. Want ik kan alleen maar over mislukte liefde schrijven. Ik kan helemaal niet over goede liefde schrijven. Ik heb wel geprobeerd ook gewoon maar wat te verzinnen. Maar ik hou daar mijn inspiratie gewoon niet vandaan. Ik hou gewoon echt mijn inspiratie uit het negatieve eigenlijk. Al die ellende in de wereld. Je wil er iets aan doen, maar je komt niet verder dan proberen. Verdoet je tijd met protesteren. Vernietigheid zwelt langzaam in je op, totdat je grip erop is losgebarsten. En je eindigt in een kamertje, aan de zoldering, gebonden door een stroop. Als je alleen op toneel van me houdt, laat dan mijn hele leven een toneelstuk zijn. Hoe kom je aan die titel? Ja, dat is dat eerst van een tijdje terug, 2003 of zo. Toen heb ik samen met 2 meisjes speelde ik een toneelstuk. Dat repeteerden we. En een van die meisjes is dus muze. En op een gegeven moment wilde ik een bepaalde scène moest ik met haar repeteren. En waarin we man en vrouw zijn. En toen zei ik van ja, maar ik wil niet repeteren, want ze houdt niet van me. Toen vond ik haar al leuk, dus dat was een beetje een stille hint bedoeld. En toen zei ze dus, op toneel houd ik van je. Dus toen ik meteen, oké, dus als je alleen op toneel van me houdt, nou, dan hoef ik ook niet meer, dan wil ik alleen maar op toneel leven. Alles wat in zijn gedichten genoemd wordt eigenlijk, dat heeft hij inderdaad echt meegemaakt. Heel mooi om dat op die manier zo te kunnen verwoorden. En de manier waarop hij dat doet, de stijl, dat is ook echt gewoon het taalgebruik van Max. Het is gewoon heel erg leuk om te lezen als je hem kent. En als je hem niet kent, dan zijn het gewoon echt heel mooie gedichten.
Ik prijs hierbij des dichters onvermogen om te komen tot verwoorden van gevoel. En niet in beelden wil ik spreken, maar tot de ongelovigen wil ik preken om aan hen mijn ijdelheid te tonen en mezelf tot dichter te bekroonen. Ik weet niet waar het heen gaat. Ik hoop echt dat zijn droom, namelijk het schrijver worden of dichter worden, dat het uit kan komen. Dat zou ik echt erg prettig vinden voor hem. Ja.